Heb je wel eens D gedaan? Ja, wat? D? Wat betekent dat? Goedendag lieve mensen, Mr. Sam van hier zo. Wij zijn vandaag in Venlo met de vraag... Wat was het ook alweer? Heb je D gedaan? Heb je D gedaan? Wie was er eerst? Adam of Eva? Allebei. Allebei. Geen idee. Geen idee? Oké. Okay. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De. Sinds wanneer is een bocht recht? Oh. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je vandaag de dag dan? 14? Nee. 10 jaar geleden? 4. 10. 10. 10? Wie is er slimmer, de man of de vrouw? Je mag eerlijk wezen. Waarom twijfel je zo veel? Ik ben wel een beetje... Stop met jezelf. Luisteren. Letterlijke antwoord wordt je gegeven. Waar maak je uit? Wat is het nou? Nee. Zeg echt met alle vertrouwen 3. Wat is de vraag? De vraag is, als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je vandaag de dag dan? Ik ben 13. Ja. Nee, ik snap hem niet. Dan ben je 3. Ik ben 14. God help me, jongen. Luister. Wat 3? Ja, 3. 10 ben je dan 10. Nu 13. Je bent 10. Ja! Ja! Is het de rechte bocht of het rechte bocht? Het rechte bocht. Ja. Sinds wanneer is een bocht recht? Nee, het is zo. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? Het rechte bocht. De paardenbaan. Sinds wanneer is een bocht recht? Niet. Oké, okay, wie vind je slimmer? De man of de vrouw? De vrouw. Natuurlijk, zijn vrouwen, hebben niet. Why the fuck you lying? Why you always lying? Milou, laat me zien wat je hier toch zegt. Wat we net hebben gedaan. Je moet even showen. Oh, ze heeft wel een modeshow. Wat heb je? Wat is dat? Een vriendin van ons. Wat staat er vannacht jarig? Gecondoleerd. Ja, ik heb 5 vragen van je. Aan je. En bij alle 5 vragen moet je liegen. Aangezien je de vrouw toch slimmer vindt dan de man. Dus hoe oud ben je? 10. Wat is je naam? Jan. Hoeveel vragen heb ik gesteld aan je? 2. Nee, so that was a fucking lie. 10 toch? 10 denk ik. Ik ben 13, dus... Weet je dit zeker? Als je 10 jaar geleden vandaag geboren bent. Dan ben je 3. Nee, als je 10 jaar geleden geboren bent. Hoe oud ben je nu dan? 10. Wat? Als je 10 jaar geleden geboren bent, dan ben je vandaag toch 10? Oh ja! Oké, nou, dit is goed dus. Wat fijn dat hij later binnenkwam, maar je hebt hem. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De? De. Sinds wanneer is een bocht recht? Wie is er slimmer, de man of de vrouw? Ja, zeg jij maar. De vrouw. Bij alle 5 vragen wil ik dat je liegt. Hoe oud ben je? 13. Waar kom je vandaan? Lerik. Heb je een zusje? Nee. Psych a lot! Respectfully! Hoeveel vragen heb ik je nu net gesteld? 4. Hey, ze heeft hem goed. Ze heeft hem gewoon goed, hè? Wie was er eerst? Adam of Eva? Eva. Wat denk jij? Adam. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je vandaag de dag dan? Ja, ik wist... Begrijp je het? Ik wist het dus in slechte moeder dat jij het hele bij mij laat. Ze weet niet. Zij had dan 7, zij 6 en ik 5. Als je 10 jaar geleden geboren bent, hoe oud ben je dan vandaag de dag? Niks. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? Het? Het rechte bocht. Nee. Weet je zeker? Ik zie twijfel in je ogen. Sinds wanneer is een bocht recht? Hé, hey, maar ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag. Heb je de D gedaan? Wat? Ik snap het niet meer. Leg het uit aan haar. Weet jullie niet wat het is? Nee. Nog nooit van gehoord? Nee. Dankjewel meneer.
Wat jammer. Is het de rechte bocht of het rechte bocht? De rechte bocht. Toch? De rechte bocht. Het is het rechte bocht. 100%. Je weet het zeker. Sinds wanneer is een bocht recht? Dat is een goeie, daar heb ik niet over nagedacht. De rechte bocht of het rechte bocht? De. Waar is jouw kolen? Huh? Heb jij niet zwak gemaakt? Waarom niet? Ga. Ik ben de blanke Piet, meneer. De eerste. Je bestaat niet. Je moet zwart zijn. Vandaag wel. Hij is zwart. Jullie luisteren allemaal naar die kut-Amerikanen. Naar die bastards. Hij ziet er wel heel Amerikaans uit. Ja, maar ik ben geen Amerikaan. Van, het zijn geen Amerikanen. Dat zijn Engelsen, Nederlanders, Fransen. Ja. Maar dit staat helemaal los, want dit is meer om mensen wat het werkt. Want het is om uw aandacht te trekken, hè? Hij is zelf over Bosnië. Deze Nederlandse links. Ja. Je kunt Amerikanen, die maken het niet uit hier. Sinds wanneer is een bocht recht? Nee, maar kijk, ik vind het ontzettend. Je moet daar een keertje een discussie over maken. Ja. Nee, maar ik vind het normaal van vroeger. Dit zwarte Piet, net als in Spanje. Ja. Ik sta er ook achter. Het is helemaal geen discriminatie in mijn ogen. Nee, maar ik begrijp het. Ja. Nou, zo, maar die kinderen zijn er weg van toe, weet je nog? Ja. Zwarte ogen. Heel flauw, hè? Ja, klopt, ja. Weet je wat mij gewoon doet? Omdat twee knap met bij het gaat. Wie is er slim? Ja. De man of de vrouw? Tot ziens, hè. Wie is er slimmer? De vrouw of de man? De man. De man. Oké. Wacht even. Ik heb 5 vragen. En ik ga ze verdelen over jullie alle 4. Wie de fout antwoord geeft, verliest als ware. Oh, nee. Ja, oké, goed luisteren. De eerste vraag. Het zijn 5 vragen. En bij alle 5 de vragen moet je liegen. Wat? Je moet liegen. Hoeveel vragen heb ik nu gesteld? 3. Wat? Wat? Ik zal het even zeggen. Mijn snap is Milou_x550. En die van hun is Julia van Goesen en Verstraten 55 36. Inderdaad. En Milou_x550. Nou, lieve mensen, dat was het weer voor de video in Venlo. We hebben de mensen de vraag gesteld, de mensen hebben antwoord gegeven. En laat in de comments weten wat jullie van de vragen vonden. En als jullie zelf vragen hebben die we moeten stellen natuurlijk in de stad, laat het even weten daaronder. En vergeet niet te subscriben en die thumbs up te doen natuurlijk. Hè? Dit was hem weer. Swish! Legs like tic tac toe. Got some money, but I think I need more. GK top, got ghetto. Wear perfume, no cologne. Sip Tito's, no Patron. She my little bit.